of het de helft kleiner kon. Kunstenaar Leonard van Münster kon bijna niet geloven wat hij las. Een verzoek van de gemeente Nijmegen om de bel te zetten in zijn eigen kunstwerk. Een kunstwerk van een boerderijtje dat niet wil wijken voor water moet nu toch weg. Toegegeven, het was als tijdelijk bedoeld, weet ook de kunstenaar. Nu er na 6 jaar op de plek van het kunstwerk huizen gebouwd gaan worden, heeft de gemeente een dierenweidje in de buurt aangeboden als nieuwe plek. Maar dat vindt de kunstenaar een slecht idee. Bij zo'n kinderboerderij, ja, dan wordt het een soort speeltoestel voor geitjes. Kunst moet wel vaker weg. Zo verkaste een lichtblauw kunstwerk in het centrum van de stad naar Nijmegen-Zuid. Het geliefde kunstwerk Het Gezicht van Nijmegen dreigde ook naar een andere plek te moeten, maar dat werd door fel protest voorkomen. Het vertelt echt de geschiedenis van de plek. Als we het daar weghalen, dan halen we ook een klein beetje geschiedenis weg. Er wordt wel heel vaak te makkelijk omgegaan met werk in de openbare ruimte. Als je het verplaatst en uit zijn context haalt, dan verliest het ook aan betekenis. Zo voelt het ook voor de maker van het boerderijtje. Een replica van een boerderijtje dat er ooit stond, voordat er een nevengeul van de Waal voor in de plaats kwam. Daarbij is de kunstenaar ook verontwaardigd over het verzoek om zijn werk te halveren. Omdat het in de huidige staat te groot is voor het dierenweidje. Want zeg kunstenaar, zou je dat schilderij blauw kunnen maken? Want dan past het bij onze bank die ook blauw is. En zou je er ook nog een stukje vanaf kunnen knippen? Want dan past het in onze wissellijst die we nog hebben staan. Hè? Wethouder Noël Vergunst wil geen vragen voor de camera beantwoorden. Maar laat via een woordvoerder weten dat ze er helaas niet uitgekomen zijn met de kunstenaar. En dat het mini-boerderijtje voor 19 januari weg moet zijn.